Goeiedag, de nieuwe weerkaarten voor de 30-daagse termijn die zijn binnen. Laten we maar eens gauw gaan kijken wat de rest van mei en ook een deel van juni gaat opleveren. En ik begin dan met de pluim zoals die momenteel uitgegeven is. En dan zien we duidelijk wel dat er nog steeds een wat warmer weerbeeld in aantocht is... De afgelopen dagen was dat ook duidelijk aanwezig, maar het is geleidelijk, het is niet zo dat we in één keer helemaal omhoog gaan. We zien bijvoorbeeld in de huidige pluim maandag en dinsdag duidelijk wat hogere temperaturen, daarna weer wat lagere temperaturen en in de tweede week gaat de temperatuur dan echt wat omhoog en komen we echt in de buurt van zomerse temperaturen rond de 25 graden in een groot deel van het land. In het zuiden zou het misschien op een enkel plek maandag of dinsdag al 25 graden kunnen gaan worden. De kans op die zomerse dagen voor het midden van het land, nou is ook duidelijk te zien hier, in de tweede week houden we er rekening mee dat die kans toch echt wel zo'n 50% is. Er is zelfs een signaaltje voor een tropische dag. Die kans is nog erg klein. Dat is ook helemaal niet gek, want de gemiddelde middagtemperatuur in de maand mei, die ligt zo tussen 16 en 19 graden, 16 graden aan het begin van de maand, 19 graden aan het eind van de maand. En juni is het zo'n 20 tot tot 21 graden. Nou, als je dan middagtemperaturen rond de 25 graden gaat krijgen. dan zit je echt dus boven de normale temperaturen. voor deze tijd van het jaar, de gemiddelde temperaturen. Laten we maar eens naar de luchtdrukafwijking kijken. en dan zien we ook waarom die zachte lucht onze kant op kan komen. We zien namelijk dat de luchtdrukafwijking. Hoog is boven Centraal-Europa, daar wordt dus de hoge druk verwacht, boven de oceaan de lage druk. En dat betekent een zuid-zuidwestelijke stroming met de aanvoer van zachte lucht. Maar dat niet alleen, met zo'n stroming kunnen ook wel eens storingen dichterbij komen. En dat is bijvoorbeeld precies het beeld dat we zien voor de tweede helft voor komende week. Dan gaat die temperatuur juist weer wat naar beneden, omdat er ook enkele buien kunnen gaan vallen. Dat hoge drukgebied dat heeft wel de neiging om iets op te gaan schuiven. In de periode 16 mei-23 mei zien we die luchtdrukafwijking van de hoge druk met name rond de Noordzee. En dat betekent dat we dan meer een oost-zuidoostelijke stroming kunnen krijgen. En dan gaat die temperatuur natuurlijk ook omhoog, want dan krijgen we continentale lucht die echt flink kan opwarmen. En dat zien we dan ook in de temperatuurafwijking. Volgende week al duidelijk die wat hogere temperaturen. In de pluim waren die ook al zichtbaar. Maar dat is ook in de week daarna aanwezig. Als we dan naar juni kijken, zien we ook nog steeds een lichte afwijking van de temperatuur. Het is allemaal wat meer afgevlakt, maar al met al blijft het nog steeds wel te warm voor deze tijd. Ja, qua neerslag uh, gebeurt er ook niet zo heel veel. Het is erg droog momenteel en het ziet ernaar uit dat die droogte ook wel blijft. Helemaal droog zal het zeker niet blijven hoor, want als het warmer gaat worden, dan neemt de kans op af en toe een stevige bui ook toe. En zoals gezegd, komende week, in de tweede helft van de komende week, komt er ook een storing dichterbij. Die kan ook wat buien brengen. Maar zeker ook met hoge temperaturen kan op een gegeven moment die lucht onstabiel worden. En dat zorgt dan lokaal voor een stevige plensbui. Toch is het overal beeld wel dat deze periode de komende vier weken over het algemeen iets droger zullen verlopen. Aan het eind van de periode zien we dan wel meer dat het eigenlijk vrij normaal is die neerslaghoeveelheden. Nou ja, dat passen ook die buien gewoon goed in. Misschien ook wel even aardig om naar te kijken. Dat is de zomerverwachting van AMIF als het om temperatuur gaat. Dit is een kaart voor de periode juni, juli, augustus. Ik heb het dus hier over drie maanden, de drie meteorologische zomermaanden. En die laten een gemiddelde afwijking zien boven Nederland van toch wel zo'n 2 graden. Dus de zomer zou op basis van deze kaart echt wel warmer gaan verlopen dan wat gebruikelijk is. Nou, dat past ook wel in ons huidige klimaat natuurlijk dat sterk aan het opwarmen is. Dus wat dat betreft is dat niet vreemd, maar u moet zich natuurlijk wel realiseren dat dit een periode van 90 dagen is, uitgesmeerd dus over die 90 dagen. Daar kunnen best wel koudere periodes in zitten, wisselvallige periodes. Het is niet zo dat iedere dag nu 2 graden warmer dan normaal zal zijn, zeker niet het geval. Maar toch, dat signaal voor warmte, dat is wel heel duidelijk en dat wordt nog eens versterkt door deze kaartjes. Het is een vrij ingewikkelde berekening waar ik verder niet dieper op inga, maar we zien hier links de kans op een koude zomer. Laat ik het zomaar omschrijven. Er wordt naar klimatologie gekeken, er wordt naar uitvoer van de modellen gekeken. En hoe groot is nou de kans dat we echt een koudere zomer krijgen dan normaal? Nou die kans is zeer klein, die is tussen de 0 en de 10%. Hier staat de kaart voor juist een warmere zomer. Hoe groot is nou de kans op een warmere zomer dan gebruikelijk? En dan kijken we ook weer naar die rode tint. In dit geval is dat geen temperatuur, maar is dat een percentage. En dan zien we boven Nederland het rood-oranje. En de kans op een warmere zomer volgens het Europees model... is maar liefst 50 tot 70 procent. En dat is echt wel een significant signaal. We kunnen er echt wel rekening mee gaan houden dat die zomer... Periodes zal hebben die zeer warm gaan verlopen. Nou vatten we ook nog even de boel samen. Voor de eerste 30 dagen ook duidelijk een warmere periode over het algemeen. Het is ook een drogere periode. En we zien dan ook, en dat is dan een extraatje, voor de zomer echt wel duidelijk een signaal voor een warme zomer. Nog een fijne dag.